wel bij alleen de trein, ja. Als je niet met jezelf weg kunt gaan, hou je dan wel van jezelf. Dankjewel, Bahaka. Kapot lief. Nee, een roos is echt 0,05 cent of zo. Dus dat is echt niet zoveel. Maar hij heeft wel echt veel gestuurd, ja. Krijgt direct honger. Ik heb honger. Maar praat normaal. Welke trein? Blauw net. Ik was van plan om ze te gaan doen zo. Ik haat het als mijn tas niet in zicht zit. Kan je een voetballer noemen voor Edit? Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé. Messi. Lionel Messi. Ik was zijn fan hè, vroeger, besef ik nu niet zijn naam goed kan uitspreken. Bohien. Nederland. Is genoeg. Leonardo. Weet je waarom? Kijk, ik ga jullie uitleggen. Ik dacht aan Leonardo DiCaprio. En god weet waarom. Maar, oh ja. Ik heb vroeger heel veel voetbal gekeken. Maar ik ben het gewoon vergeten. Binnenkort worden jullie allemaal mijn fan. Nee hoor. Beautiful eyes. Thank you, Chakra. Hij vroeger voetballen. Niet alle voetballers die ik ken. Maakt niet uit. Leonardo. Snap je? Kom, één voor zin. Ik zweer, hey jongens. Jullie denken nu echt dat ik niet kan voetballen. Ik ga volgende keer voetballen op mijn lijf. Nee, ga ik niet doen. Maar ik kan oprecht mijn... Nee, ik ga niet te veel praten. En dan lijk ik weer zo... Pick me of zo. Oh, laat maar zitten. Alam sabriya. Oh, stop jongens. Je zei voor een edit. Inshallah heb je dat niet opgenomen. Anders word ik echt boos. 100 keer hoog houden. Dus ik kan 10 keer hoog houden. Nee, nee, nee. Kijk, mijn zusje heeft gezegd. Mijn high score is 150 of zo. 160, 150. Maar dat was toen ik op voetbal zat. Welke lipgloss draag je? Ik draag die van Essence. Ja, ik heb gevoetbald. Ik was 8 jaar toen ik begon. Tot mijn... 16e, 15e. Oh my god, dankjewel Amer Mokada. 0. Dankjewel Akros, genoeg jou. Nou is die echt veel. Waar stond je? Nee, ik was spits altijd. Ik was spits of mid-mid. Midden. En af en toe ook rechts voor. Maar ik heb nooit achterin gestaan. Mashallah prof. You know. Nee, ik ben kijk met beugels eruit. Maar nee, ik ben geen prof. Ik had kunnen worden. Maar toen, kijk, dit is echt niet typisch, maar ik had knieblessure. Wat moet ik zeggen dan? HD boys, nog een beetje, dan kan ze de nagels laten doen op kosten van TikTok apps. Nee, doe normaal. Dat wil ik echt niet, shit. Gadverdamme, Mark. Mark, je bent echt niet goed. Dankjewel, Akroes. Oh, waar ben ik eigenlijk? Als er iets is wat ik echt slecht kan, is treinreizen, jongens. Oh, kennispark. We praten over voetbal. Kijk mijn tanden, kijk. Waar ga je heen? Ik ga naar Enschede. Ik ga even met mezelf shoppen. Dankjewel, Akroes. Voel ik ga huilen door jou, hè. Doe normaal. Maar ik ga naar Enschede, ik ga even shoppen en mijn nagels laten zetten, denk ik. Want kijk dit is toch echt illegaal. Maar ik denk dat hij niet gaat toestaan, omdat ik nog nagellak erop heb. Kort, waarom heb ik geen nagellak remover met jou? Ik ga shop nog opnemen, ik kan. Maar dan, weet je wat het is als ik zulke dingen ga doen? Ik wil ook best een eye look of zo doen, want jullie vragen mij ook naar. Maar ik dacht voor 2 seconden dat je in het vliegtuig zat. Zat ik maar. Och, wat ik zo helemaal het stuk gaan sleutelen. Dankjewel. Ja, ik ben echt niet honderd. Dankjewel, Akroes. Ga naar jou. Deze Albanese is ook al verliefd op je.
ga recht doen. Dankjewel, Akhu. Wallah Shokra. Van waar kom je? Ik kom van Overijssel. Ik ga abstractie opdoen. Ja. Maar luister dan, ik denk dat mijn klas echt heel kut gaat zijn. No hate, weet je wel. Ik hou van een multiculturele klas. Weet je, iedereen mag er zijn. Het volgende station alleen, is Enschede. Alleen maar Nederlanders. Dit is tevens het eindstation van deze trein. En andere buitenlanden. Je staat hierover op de DB-regio-trein naar Gronau. Dus dat is denk bij het verlaten van de trein aan je bagage. En vergeet niet uit te...